gebouw is in 1912 en 13 gebouwd van de architect Franciscus de Beer. En het is een Rijksmonument. We zijn hier bij Grasso met een aantal studenten uit Nederland en België die dus een rondleiding krijgen, maar ook waar het eigenlijk om gaat, te fotograferen van mensen, productie en machines. Ik denk dat als je iets van geschiedenis weet, dat je weet waar je vandaan komt, waar je land vandaan komt, dat je ook beter weet wie je zelf bent. En als je weet wie je zelf bent, dan kun je ook beter andere mensen helpen. En ik denk dat je dan uiteindelijk misschien wel tot een betere wereld komt. Er was beweging natuurlijk, er waren ook veel mooie dingen, veel blinkende voorwerpen, mooi licht. Ook natuurlijk in een heel mooie oude omgeving. Dus dat was eigenlijk wel het mooiste fotografisch gesproken, denk ik. Het is een 4x5 inch vlakfilmcamera, of ook wel technische camera, vanwege het negatiefformaat. Want als je met grotere negatieven werkt, dan hoe groter je negatief is, hoe meer informatie erop zit. Dus dat was wel een interessant gebouw. Ik begon als hobby toen ik ongeveer 14 was. Ik vind het heel erg leuk, want ik kom op allerlei plekken waar ik nooit ben geweest en ik zie allerlei dingen die ik nooit heb gezien en het ruikt raar en zo. Dus het is wel een uitdaging om binnen een bepaalde tijd op van alles te letten wat je kunt fotograferen. Dus leerzaam ook. We moeten goede foto's maken, geen mooie foto's. En die goede foto's kunnen afschuwelijk zijn, maar wel emotioneel de mensen gaan raken en dat is belangrijk. Als 14, 15-jarige. Dan was mijn eerste stappen als fotograaf de bewustwording geworden van het intrigante stilstaande beeld. De kracht van het stilstaande beeld. En dat ik door rondom mij te kijken een beetje mijn eigen wereld kan tonen aan de mensen. Het is licht dat ik zoek. En contrast in het licht en licht in feite licht. En als ik kijk naar de reactie van de fotograaf, dan is onze missie eigenlijk al geslaagd. Want ze zijn allemaal razend enthousiast. Ik heb hier altijd heel graag gewerkt. Het was een heel sociaal bedrijf. Toch wel iets bijzonders. Vond ik wel leuk om mee te maken. De Brie is Stichting Brabants Industrieel Erfgoed. En zij hebben als werkgebied het oude Hertogdom Brabant. En Leuven en Den Bosch zijn gejumileerd samen. Dus het is fantastisch om studenten eigenlijk uit die steden bij elkaar te brengen voor een dergelijk project.
En de verrijking vind ik het. Een heel praktisch gebouw waar veel cultuur tot zijn recht komt. En dat is bewaafeld. Zagen en inpakken. Die twee foto's voor de deur. Mijn beste foto, die ga ik straks trekken.